Hoi allemaal, in deze video laat ik jullie zien hoe je zelf de echte Lush Lip Scrubs kunt namaken. Ik geef je een basis voor een gewone lip scrub, maar daarnaast laat ik je ook nog eens zien hoe je de echte Mint Juleps, Sweet Lips en Bubblegum Lip Scrub van Lush kunt namaken. Wat we nodig hebben is suiker, smaakstoffen en dan kan je zelf helemaal kiezen welke smaakjes je zou willen gebruiken. Je kunt ook gewoon een simpel smaakstofje van Dr. Oetker gebruiken. Kokosolie of olijfolie of een ander soort hydraterende olie. Honing. Eventueel kleurstoffen. Bakjes om de scrub in te kunnen doen. En het is ook leuk als je bijvoorbeeld krijtbordtape of een labeltje hebt, zodat je scrub een naam kunt geven. Nou, we beginnen met de suiker en daarna voeg je de olie toe. Je moet zelf een beetje kijken naar wens hoeveel je erin wilt doen. Begin gewoon met 2 lepeltjes, roer het door. En kijk eventjes of je het fijn vindt. Denk er wel bij na. Er komt natuurlijk nog geurstof bij. Dus de smaak en geurstof en kleurstof. Dus dit verdunt het ook nog. En natuurlijk ook nog de honing. Maar die zorgt er meer voor dat het een beetje sticky, plakkerig aan elkaar blijft zitten. Dus doe niet meteen te veel. En als je wel te veel doet, maakt het ook niet uit. Want ja, je kunt natuurlijk altijd nog meer suiker toevoegen. Nu voeg ik de honing toe. Over de suiker. Ik heb hier vanillesuiker gebruikt. Ik dacht, stel dat je geen smaakstoffen hebt en dat daar niet aan kunt komen. Gebruik gewoon vanillesuiker. Want dan heb je eigenlijk meteen al gewoon een smaakje aan je lipscrub. En dan kan je gewoon heel simpel gewoon een normale basisscrub maken. En dat is ook helemaal prima. Hier zie je een beetje de substantie zoals die bij mij is. Nou, ik besluit om er nog een beetje olie bij te doen. En nu ga ik de smaakstof toevoegen. En dan maak ik de echte bubblegum scrub van Lush. En in de winactie heb ik ook 4 meiden deze bubblegum smaak en geurstof toegestuurd. Zodat zij ook de echte scrub kunnen gaan maken. Het leuke is dat er ook meteen een beetje een roze kleurtje aan de scrub komt. Dus mocht je nou geen kleurstof in huis hebben, is dat geen probleem. Dan heb je gewoon een licht roze scrubje. Trouwens, ik raad het wel echt aan om kleurstoffen te kopen. Want het is eventjes duur, maar ik heb echt dit doosje denk ik al 7 jaar of zo. En ik gebruik het voor alles. Het gaat echt, nou ik denk dat het echt 50 jaar meegaat of zo. Dus mocht je het kunnen kopen, zou ik het gewoon echt doen. Het is heel erg leuk om ermee te werken. Nou, je ziet hier dat de scrub al een lekker kleurtje heeft gekregen. Nu ga ik toch nog een roze kleurstof toevoegen. Je hebt echt maar heel erg weinig nodig. Mensen die dit vaker gebruiken weten dat wel. Wat ik hier gebruik is eigenlijk al te veel. Maar ja, ik vond het wel leuk om een lekker fel donkerroze kleurtje te krijgen. Dan roer je het eventjes doorheen. Moet je even geduld hebben, want het wordt steeds donkerder, zoals je kunt zien. Je kan natuurlijk ook andere kleurtjes gebruiken. Maakt helemaal niks uit. Maar wil je de echte bubblegum maken? Al heb je niet de echte bubblegum smaak, is het alsnog wel leuk als je gewoon dat kleurtje van die bubblegum hebt. Hier voeg ik weer wat olie toe, zoals je kunt zien. Want waarschijnlijk was hij nog net een beetje te droog. Mocht je ervan houden, is dat ook helemaal goed. Ik vind het fijn als het een beetje aan elkaar plakt. En nu ga ik verder met de volgende scrub. En dat is de popcorn scrub. En zoals je ziet doe ik er ook een beetje bruine bastardsuiker doorheen. Om aan jullie te laten zien dat je niet per se een kleurstof nodig hebt. Je kunt het ook met bruine bastardsuiker doen. En je ziet dat het meteen al een soort popcorn kleurtje heeft. Daarbij is de bastardsuiker ook wat grover, dus dan scrubt het je lippen net wat grover dan die fijnere vanillesuiker. Ik heb hier butter flavor. Dat gooi ik er nu doorheen. Dan krijgt het een beetje dat botersmaakje. En dan pak ik er ook nog even kijken. De vanilla butternut. Ik heb geen idee, ik dacht dat het op die manier een soort popcorn smaak zou worden. Dus een soort vanille nootachtig smaakje samen met boter. En dan roer ik het even goed door. Ik heb deze gekocht bij de leukste taartenshop. Die kun je op bepaalde plekken in Nederland hebben die in winkel. Maar je kunt ze ook bestellen. Ze kosten €1,75 per flesje. En dan betaal je €2,95 kosten. En ik maak geen reclame voor hun of zo. Ik weet gewoon dat ik het daar kan halen. En ik doe er nu nog zout doorheen. Mocht je dat lekker vinden, doe het. Want dat geeft je popcorn scrub echt zo'n salty sweet taste. En ja, ik vind dat echt heel erg lekker. Daardoor lijkt hij ook op de echte scrub. Je ziet dat hij lekker stevig is. Nu ga ik alweer verder met de laatste en de derde scrub. En daar doe ik peppermint oil smaakstof door de suiker heen. Dat is namelijk de peppermint scrub. En waar ik later pas achter kwam, is dat de scrub niet alleen peppermint is, maar ook chocolade. Dus later, dat zie je nu niet, maar later voeg ik ook nog een chocoladesmaakje toe. Dan krijg je dus die peppermint en chocolade, een soort after eight effect. Wat ik wel jammer vind, is dat de Lush scrubs, de laatste 2, ze hebben eigenlijk dezelfde kleur. Want het liefst zou ik de peppermint eigenlijk groen maken. Maar ja, ik wilde de echte namaken, dus ik heb het gewoon zo gelaten. En de ene is net iets donkerder dan de ander. Maar je kan natuurlijk altijd een eigen kleurtje eraan geven. Maakt helemaal niks uit, gewoon wat je leuk vindt. Ja, en dan ben je eigenlijk alweer klaar. Het is super simpel. Nou, nu is het
krijtbordtape en die krijtbordetiketten die ik hier later gebruik, die heb ik bij de Action gekocht. Dat kost echt nog minder dan een euro. Heel erg leuk om dat te hebben sowieso. En omdat de Lush heeft altijd echt die zwarte etiketten met dat gekrijte lettertype. Dus daarom is het super vet om dat ook te doen. Nou, om even te laten zien dat je echt niet per se bepaalde bakjes nodig hebt, laat ik het hier gewoon zien in een shotglaasje. Gewoon een klein glaasje. Ziet er super leuk uit als je dat gewoon neerzet. Als je het cadeau wil geven is het natuurlijk handiger als je iets hebt met een dekseltje erop. Maar wil je bijvoorbeeld leuk in je kamer boven zetten of in de badkamer of waar dan ook, ziet dat er ook gewoon heel erg leuk uit. Nou, ik probeer hier een beetje creatief te zijn met het krijtbordtape. Door er een soort etiketten op te plakken en de deksel helemaal zwart te tapen. Nou, uiteindelijk besloot ik een etiketje om het potje heen te doen. Hier maak ik het een beetje mooi dat het er leuk uitziet. En hier begin ik eigenlijk gewoon een beetje te schrijven. Ik schrijf de namen van de scrubs op de deksels. Maar ik vond het toch niet zo heel erg mooi zoals je kunt zien. Het is gewoon net een beetje klein en krap. En ja, het is niet erg. Maar uiteindelijk vond ik het toch leuker om gewoon alles in potjes te doen met etiketjes eromheen. Je kunt natuurlijk helemaal zelf weten wat je doet. Je hoeft geen krijtbord etiketten te hebben. Je kunt er stickertjes op plakken. Je kunt potjes, bakjes, wat je maar wilt. Dit is ook niet de echte Lush na te doen, maar dit is gewoon puur een inspiratie. Het leuke is dat je op deze manier gewoon de echte scrubs na kunt maken. Terwijl die in de winkel zo'n 9 nog wat kost of zo. En je bent gewoon hartstikke lekker bezig. Een lipscrub is trouwens zo fijn omdat je de velletjes op je lippen eigenlijk er voorzichtig af kunt scrubben. En daarbij als je geen velletjes hebt, worden je lippen er gewoon alsnog super zacht en kissable van. En het is gewoon heel erg lekker. En ze zijn 100% eetbaar, dus je kunt het er gewoon van aflikken. Nou, pas op waar die lipscrub gebruikt, want ik ging er laatst mee op de bank zitten. En voor ik het wist had ik een half potje opgegeten. Dus ja, het is super lekker. Nou, vond je deze video nou leuk? Laat alsjeblieft even een reactie achter. Doe je duimpjes omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je meer video's wilt zien. Heel erg bedankt voor het kijken. Ga lekker aan de slag en scrub je lippen lekker kissable en zacht. Dit zijn dus de eindresultaten die jullie aan het begin al hadden gezien. Ik vind ze heel erg leuk, alsof ze zo uit een Lush winkel komen. Dus nou, heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!